De wandeling begint bij station Leerdam en ik loop de wandeling vandaag niet alleen, want vriendinnetje Emily mee. Hey! Loop mee. Emily gaat voor mij eventjes de route lezen. Kan je een beetje kaart lezen? Of het goed komt, dat weten we dan niet helemaal zeker. Ik ben niet zo geoefend als jij, maar... Daar gaan we rechtsaf. Prachtig, wat leuk joh. Een mooie stadsmuur. Wat ben je daar aan het doen, Emily? Kijken of de peren al rijp zijn, maar ze zijn nog echt klein en niet zacht. Dus ik denk dat ze nog niet te eten zijn. Ik heb me laten vertellen dat dit een van de best bewaarde forten is en dat er kunst in staat. Oh, en vleermuizen. Het wordt wel gebruikt, maar het is dus kennelijk niet altijd toegankelijk. En dan komen we dus in, wat wij denken dat je uitspreekt, Acquoy. En we gaan het eens aan een local vragen. Mevrouw, kunt u mij vertellen in welk dorpje wij hier zijn? We zijn er in Acquoy. Acquoy. Ja. Je zegt dus echt Acquoy, hè? Ja. Oké, dankjewel. En in het centrum van het dorp staat een scheve kerktoren. En daarom wordt Acquoy ook wel Pisa aan de Linge genoemd. Die toren die is dus scheef gegroeid. Onder andere vanwege opkruiend ijs. En uiteindelijk hebben ze het topje van de toren er maar afgehaald, zodat hij niet om zou vallen. Mooi. De laatste paar kilometers moet je over een dijkje weer richting Leerdam. Het is niet echt een voetpad, dus het voelt niet echt veilig, laat ik het zo zeggen. Nou, ik vond het een mooie wandeling. Ik vond echt wel het laatste stukje op de dijk was iets minder, maar voor de rest heb ik er echt van genoten. Jij, Emily? Ja, ik vond het heerlijk. Het was lekker afwisselend, natuur, dorpje, van alles wat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. En abonneren hè, op de Wandelvlogger. Heel graag.